Een ijsbad helpt tegen spierpijn. Welkom bij de Science Flash News Update. Het Delftse bedrijfje IC Solutions ontwikkelde een machine die kraanwater heel snel afkoelt tot een temperatuur tussen de 6 en 16 graden Celsius. Veel topsporters hebben deze zogenaamde cryotherapie al ontdekt. En onze verslaggever Geraldine probeerde zelf uit of zo'n ijsbad nou ook doet wat het belooft. Om erachter te komen of het koude water nou echt helpt, moet ik erin gaan staan. Maar ik moet natuurlijk wel spierpijn krijgen en daarom ga ik een stukje fietsen. Om precies te zijn, van Amsterdam naar Delft. Ik ben nu op de helft en echt, mijn benen doen zo ontzettend veel pijn. Het idee dat ik gewoon zo meteen nog dit stuk moet gaan doen, dat is gewoon kut. Ik wil niet meer. Maar ik ben nu bijna klaar. Dat kan ik echt niet meer. Ja. Wat knap je dat hebt gehaald, joh. Ja, dankjewel. Hoe voel je je nu? Kut. Ja? Echt kut. Nou, gelukkig heb ik een koud bad voor je klaar. Ja, fijn. Kan je spieren lekker afkoelen. Ik heb het tijdens het fietsen zo koud gehad. Ik heb eigenlijk gewoon zin in een warm bad, maar dat zit er dus niet in. Waar staat hij dan? Hoeveel graden is het water eigenlijk? Het water is 10 graden. Het klinkt heel koud, maar je zal merken dat het echt behoorlijk koud is voor je benen. Wat kan ik ervan verwachten dan? Nou, het voelt ongeveer in het begin alsof er duizenden naalden in je benen steken. Het prikt echt enorm. Maar dat gevoel dat wordt langzaam minder na een aantal minuten. En dan worden je benen gevoelloos. Het klinkt echt helemaal niet fijn. Nee, dat kan ik begrijpen, maar het is wel goed voor je. Heel koud. Hoe kan deze kou in godsnaam goed voor je zijn? Nou, op het moment nu je spieren heel erg afkoelen, trekken de bloedvaten in je spieren samen, waardoor alle afvalstoffen, of bijna alle afvalstoffen, uit je spieren worden geperst. Ik heb nu echt het gevoel alsof je hele koude handen hebt, maar dan zijn het je benen. Weet je, het gaat tintelen. Het lijkt wel alsof het warmer wordt, maar het is gewoon nog steeds fucking koud. Ik hoop gewoon dat dit niet allemaal voor niks is geweest en dat ik morgen gewoon geen spierpijn heb. Anders baal ik wel echt enorm. Goedemorgen. Nou, zoals ik voelde valt spierpijn heel erg mee. Ik had wel echt verwacht dat het super erg zou zijn, maar ik denk dat als het zou moeten dat ik zo de 90 kilometer weer kan doen. Maar dat ga ik natuurlijk niet doen. Dus het ijsbad heeft geholpen. Voelt best goed. Ja, stretchen is dus niet meer nodig, gewoon massaal in de kliko. Dit was de Science Flash voor vandaag. Morgen zijn we er weer. Fijne avond. Dag.